Daar zijn ze. De 22 geflankeerd door jongens en meisjes in korte mouwtjes. Het is toch wel vis hoor. Mooi lachen naar de camera. VVV dus met Yeboah dit keer als linksbuiten. Hier ziet u de opstelling. Dat vaste centrum, Reusler en Koem, geroutineerd. Bruns dus, de ex-Herakliet. Opoku, Darvalu en Yeboah. Daar is Thomas Bruns. Die kent natuurlijk een heleboel van die gasten uit Almelo. Waar hij vandaan komt. Zijn vader, Richard Bruns, zit sinds 1 januari in het bestuur van Heracles. Ook een leuk detail. En schijnt hier op de tribune te zitten. Misschien vinden we hem nog. De opstelling van Heracles. Met Pruppen dus een Knoester in het vaste centrum. Breukers, Hardeveld. Kio Mitsoglu, Maro Junior en Osman. Van der Water, Dessers en Burgzorg die er dus in de wintertransferwindow bij is gekomen. Daar is papa Bruns. Moro Junior, de stylist, de regisseur van Heracles. Maar balverlies. Darvalu. Ah, lekker geschoten. Eerste wapenfeit. Wormoed heeft bijgetekend bij Heracles. Yeboah frommelt zich daar langs. Yeboah, oh, dat is een fikse overtreding. En daar komt de kaart bij, mag ik aannemen. Geel voor Pruppen. En die staat op scherp. Zesde minuut. De Koel Venlo, Peter van Ooyen. Ah, dat scheelt een centimeter of 20, denk ik. Hij is er dus weer bij na zijn operatie, Hans de Koning op de bank. Breukers. Mauro Junior van der Water. Ingooi Heracles. Danny Post vindt van niet, maar het is wel zo. Dessers. Dessers. Nog altijd Dessers. Het doeltrap. Dessers. Met Reuseler, Dessers, Dessers en Kirschbaum. Heracles zakt weer in. Met alleen Dessers dus in de punt. Yeboah. Darvalu. Yeboah komt niet tot een schot. Opoku ook niet. Hij wel. Het is Danny Post zelf, de captain, die VVV op 1-0 brengt. Geknoei achterin bij Heracles dat die bal maar niet wegkrijgt. Kijk eens, wat een gepruts. En dan is het Danny Post die de trekker overhaalt. Bal nog aangeraakt ook en Blaswieg dus kansloos. VVV op 1-0 en dat is niet onverdiend ook. Yeboah, Darvalu met de tweede. No! Ho, ho. Er zit een beetje ruis daar achterin hoor bij Heracles.
Van der Water. Dat was een aardige bal, maar Burgzorg kan er niks mee. Ja, dat zijn ze hier wel gewend. Doet me weer denken aan de legendarische uitspraak van de voormalige voorzitter Joost Sprengers toen ze dik onderaan stonden. Paniek, meneer de voorzitter. Nee, er is paniek als het bier op is. Dat is ook VVV, maar inmiddels is natuurlijk men ook hier heel graag vast eredivisionist. En een overwinning vanavond zou helpen. Van Ooyen. Van der Water helemaal mee terug achterin. Prupper. Dat laat VVV toe, dat Knoester of Prupper als centrale verdediger ver mogen komen. En nu een afstandsschot, misschien een van actie van Van der Water. Die kan dat door, Van der Water. Oeh, dat scheelt weinig. Dat was Dessens ook nog gevaarlijk bij de tweede paal. Dat is de kwaliteit van Van der Water. Die kan een man uitspelen en hij is doelgericht ook. Maar ik denk dat Dessens ook buitenspel stond. Ik weet het al zeker, had toch niet geteld. Nu dan, Dessers. Kan hij nog wat in de laatste minuut? Dat was een lekker schot, maar goed gepakt door Kiersboom. Wat kan er nog in die extra tijd gebeuren met Darvalou? Die gaat neer. Maar Oosterom, de scheidsrechter van dienst, staat er kort op en vindt het niks. Maar misschien als het spel dood is, dat men in Zeist er nog iets van vindt. De VAR. Maar vooralsnog gebeurt er even niks. En nu is de bal over de lijn. En nu. Het gejoel, het gefluit. De scheidsrechter gaat in overleg met de VAR. Maar Zeist vindt het niet goed genoeg om de scheidsrechter te corrigeren. Dan gaat Hardenveld er vandoor. Die was even ontsnapt aan de dekking bij VVV. Burgzorg. Komt niet tot een schot. Osman wel. Dubbele wissel bij Heracles. Bijleveld en Seintje komen. En Burgzorg en Van der Water gaan eraf. De beide buitenspelers dus. Die niet één keer, ik zei het net al, langs een man zijn gekomen. Burgzorg dus vooral en Van der Water die niet meer fit is. Het is niet zijn avond geworden. Darvalou. Haalt er in ieder geval een hoekschop uit. Bruns. Daar is Passionik. Maar een doeltrap, meer niet. Jibbo al een tijdje weinig van gezien. Goed begonnen in de eerste helft met zijn snelheid. En nu, de voorzet is ook goed. Oh! Darvalou. Mooie aanval van VVV met een hoofdrol voor deze Yeboah. Dit is allemaal goed, dit net niet. Darvalou. Er is een ruimte achter de verdediging met Opoku en Yeboah.
Osman. En een vangbal van Kirschbaum. En zit daar een snelle voortzetting in? Nee, Breukers voorkomt dat. Die krijgt daarvoor geel. Osman. Mauro Junior met onmiddellijk weer Danny Post bij zich. Hij is er even langs, Mauro Junior. En nu? Mauro Junior krijgt die bal achter zich en dan is het Dessers. Ja, die heeft maar één moment nodig, maar dit is nog niet het moment. Darvalou. Darvalou. Kom daar maar eens uit. Tegen de arm van Knoester aan. De Koel schreeuwt om een strafschop. Oostrom wil er niet aan. Hij komt tegen de arm van Knoester aan. Darvalou. Yeboah. Yeboah gaat makkelijk liggen, maar nu geeft hij hem wel. Oh! Nog altijd duurt het overleg. Oh, hij gaat kijken. Hij heeft zijn beslissing genomen. Geen penalty. Goed gedaan, arbitrage. Vorig seizoen was het hier in de Koel nog 0-1. Won Heracles door de penalty van Osman. En nu is het Dessers die bijna nog de 1-1 binnenschiet. Maar Kirschbaum redt. Zo, dat scheelde weinig. En dan is daar het bevrijdende laatste fluitsignaal.